ben Veerle en ik ken Jeanne al 10 jaar. Dat is mijn vrijwilligster. Die is een heel lieve dame, een attente dame, waar ik veel kan tegen zeggen en mee doen. Het is fijn om in iemand zijn leven te mogen komen, daar een stukje, een klein beetje deel van te mogen uitmaken. Ik ben met vrijwilligerswerk begonnen omdat ik eigenlijk zelf in opname geweest ben. En omdat ik door had hier in Zoersel hoe belangrijk dat de mensen eigenlijk waren hier voor mij. En zo ben ik eigenlijk als bezoeksvrijwilliger begonnen bij Tessa. Als ik haar op vrijdag naar huis kon doen, dat zij in het weekend naar huis ging, dan waren het vooral autoritjes naar huis waar wij veel praten. En dan ging ik bij haar thuis wel eens iets drinken of we gingen ergens naar een koffiebarretje of naar een restaurant in de buurt. Wij doen een wandeling en dan gaan we achteraf iets drinken. We doen ook een ontbijtje soms. We gaan naar de Bijl in Zoersel. Dat is een cultureel centrum. Soms zijn de kunstenaars zelf ook aanwezig. En omdat Veerle zo creatief is en ze kan daarmee in gesprek gaan, dan is dat ook altijd wel fijn om zo die een dialoog te volgen. Dingen waarover wij zoal praten zijn ook wel series die we kijken. Tessa is van alle nieuwe dingen op de hoogte. Dus die geeft me dan tips waar ik zeker moet zien. Ja. Wij praten over heel normale, alledaagse dingen. Allee, ook wel soms over onze problemen. Maar ça va, hè? Ja, voilà. Wel. Ja. We proberen 2 keer in de maand toch een ontmoeting te hebben met elkaar. Ja, ze lacht altijd. Ze is altijd goedgezind. Dat is heel fijn. Het is een meerwaarde in mijn leven geworden en ik zou het voor geen geld niet meer willen missen. Een goede vriendin geworden van mij. Dan? Ja, absoluut. Het is heel fijn om samen op weg te zijn.